Ja, en dit is dus de derde kracht in de derde tempel. En nu kunnen we dus naar, volgens mij noemden ze het de tempel destijds. Het is tijd om naar de tempel destijds te gaan, jongens. Welkom bij aflevering 5 van The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En nu gaat het pas echt beginnen. Want we zijn bij de tempel destijds en we kunnen nu eindelijk hier doorheen. Volgens mij, ik denk dat we nu keihard naar beneden gaan springen richting Hyrule. Maar we gaan het wel zien. Link drukt op de knop. De poort gaat open. Dit is een momentje hoor jongens, dit is echt een momentje. De deur der beproevingen is voltooid. Oh ja, ik hoop nog steeds dat één van deze Zelda video's 1000 duimpjes omhoog krijgt. Dus doe het! Er kijken meer dan 1000 mensen, doe allemaal duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Oh, dit is wel vet gemaakt allemaal weer. Maar wat is dit? Wat is dit voor mysterieus object? Link kijkt ernaar, heeft een tak op zijn rug. Oh, tik je er tegenaan. Ja hoor, daar gaan we. Wat gebeurt er? Oh, we zijn opeens in een andere wereld beland of zo. Daar is Zelda! Zelda, wat is er met je aan de hand? Leef je nog? Ja, oké, je leeft nog. Oké, ja, pak haar hand, Link. Doe het. Ik snap dat je twijfels hebt over je eigen hand, maar Zelda wil dat je dit gaat doen. Zelda heeft nog steeds haar ogen gesloten en ze zweeft een beetje in de lucht. Ja, Link doet het. Oké, we pakken de hand van Zelda. En wat gebeurt er nu? Zelda moet een beetje huilen. Nee. Zelda verdwijnt niet. Nee. Zelda moet terugkomen. Wow. We krijgen een nieuwe kracht in onze hand, denk ik. Wat is dit voor kracht? Link. Oh, dit was het. Zelda, niet weggaan. Oké. Link kijkt naar zijn hand. En ja, er komt een nieuwe kracht in zijn hand. Oh, wat? Oké. We hebben iets nieuws geleerd nu. Het is wel echt een hele handige hand die Link heeft, hoor. Daar gaat Zelda. Nou ja, het was ook maar de geest van Zelda, denk ik. Oké, Link kijkt om zich heen. Zelda is verdwenen. We hebben een nieuwe kracht te pakken. En dat is... Oh, we kunnen terugspoelen. De kracht om een object terug te laten bewegen naar zijn uitgangspositie. Het terugspoelen kan op elk moment onderbroken worden. Oh ja, want dit is natuurlijk de tempel des tijds. Dus we kunnen de tijd een beetje terugdraaien. Je kan bewegingen van een object terugspoelen. Oké. Dankjewel, Rauru. Ik begrijp het zelf niet zo goed, maar wat je zag zou een echo kunnen zijn van haar wens om te helpen. Dat je die kracht hebt ontvangen moet belangrijk zijn. Ja, dat lijkt mij ook, want met die kracht kunnen we hier door de tempel des tijds. Kijk, want deze moeten natuurlijk de andere kant op gaan draaien, want dan kunnen wij erop gaan staan en daar naar boven. Dus we gaan deze terugspoelen. Oh, ik weet alleen niet of we dit halen. Oh, verkeerde knop. Ja, ik denk dat we dit wel kunnen halen. Dan kan ik hier op. Ja, en dan hier op. Cool. Oké, nice. Ja hoor. Oh, kennen jullie dit beeld nog uit Zelda Breath of the Wild? Hier kunnen we gaan bidden. Het gezicht van de godin toont een vriendelijke glimlach. Natuurlijk het beeld van de godin Hylia. Oké, we gaan deze poort openen. Het is een flinke poort. Je hebt er allebei je handen voor nodig. Lekker Link. Lekker. Duwen. Oh, we gaan hier bijna kapot. We gaan hier bijna kapot, jongens. Blijf duwen, Link. Oké, we zijn uitgeput. Deze deur test je levenskracht. In je huidige verzwakte staat zul je het niet redden. Maar er is nog een tempel op dit eiland. Daarbinnen zou je een lichtbol kunnen vinden. Ja, potverdorie. Ben ik hier nou helemaal voor niks gekomen? Het is namelijk zo dat iedere lichttempel een lichtbol bevat. En die laatste moeten we ook hebben. En die moeten we tonen aan het beeld van de godin Hylia. Rauru gaat hem waarschijnlijk aanwijzen waar die tempel dan is. Er is een teleporteerfunctie op de Pura-tablet geïnstalleerd. Daar ben ik zo blij mee, want de vorige keer moest ik gewoon zo lang lopen naar deze tempel. Oh, nice. We kunnen gewoon hier naartoe. De kamer van het ontwaken. Daar waren we natuurlijk helemaal in het begin. Oh, dit is zo fijn. Ik kan eindelijk teleporteren. Daar zijn we weer. Oh, maar hier zijn ook van deze dingen. We hebben nog plafondduiken. Ik kan natuurlijk gewoon hier omhoog. Let's go, Link. Dus als we hem dan nu ongeveer laten terugspoelen, kunnen we gewoon zo erop springen. En dan kunnen we door. Ja. En dan, hoppakee. Kijk, oké. Wow, oké. Is die hier? Ja, sowieso is dit hem. De tempel van Nagoya. Laten we die tempel binnengaan. Oké, daar zijn we. De kracht om terug te spoelen. De tempel van Nagoya. Oh, moeten we dit water waarschijnlijk terug laten spoelen? Oh, nee. We moeten dit vlot terug laten spoelen. Oké, let's go. Ja, vet handig wel eigenlijk. Gewoon tegen de stroming in, gewoon helemaal terug. Ja, nice. Zullen we dat ook even bij deze doen dan? Oh, maar die gaat helemaal omhoog. Oh, nee, wacht. Moeten we combineren met plafond duiken. Lig je nou in het water? Oh, nee, hè? Oh, ik ben er gewoon. Oh, nou, top. Ik weet niet wat er precies gebeurde, hoe het gebeurde, maar het gebeurde goed.
Very nice. Dan laten we deze lekker terugspoelen. Zo. Let's go. Oh, oh, oh. We moeten wel blijven lopen, blijkbaar. Hallo, Kissy. Die pakken we ook gelijk even mee. 10 pijltjes. Ja, oké, oké, oké. Oké, wat is dit? Dit zijn twee... Oh ja, dit zijn twee tijdwijzers. Wijzers? Ja, ik snap hem. Als de wijzers over elkaar staan, dan moet ik de eentje terug laten spoelen, zodat ze tegelijk terugdraaien. 1, 2, 3. Ja. Kijk, nu draaien ze tegelijk en dan blijft het deurtje gewoon netjes open. Oké, ik heb die laatste energiebol binnen. Die ga ik nu krijgen namelijk. Top. Dankjewel voor deze lichtbol. En dat is de laatste tempel op dit eiland, denk ik. Ik wil toch even kijken wat hier buiten is. Ik weet, we kunnen teleporteren gelijk, maar misschien is hier ook nog wel iets. Wat als ik deze nou eens oppak en die hier neerleg? Oké, ga ik nu vliegen of heb ik een motor nodig? Wee! Oh! Dit is wel sick! Dit is heel sick, we zijn in een zweefvliegtuig. Oh, kijk, ja, als je dan een beetje naar voren stapt, dan gaat hij wat beter naar beneden. Kijk, dan gaat hij... Ja, maar ik ben een beetje bang dat hij veel te ver weg gaat. Wow, kijk Link. Daar komen we vandaan. Oké, sturen, sturen. Nee, we hoeven niet omhoog, we moeten daar naartoe. Ja, daar is de tempel destijds. Maar die is nog vet ver naar beneden. Oké, ik wil niet weer dood. Ik ga gewoon teleporteren. Dag, vliegtuig. Oké, we zijn er weer hoor. We zijn er weer. Ik heb mijn lichtbol bij me. Wie beproevingen doorstaat, bemachtigt lichtbollen. Voor 4 lichtbollen schenk ik je de kracht die je zoekt. Ik heb een extra hartje nodig. Let's go. Goed. Zo zal het geschieden. En daar is ons eerste extra hartje. Dan gaan we van 3 naar 4. Tijdens deze playthrough op YouTube zal ik ook in mijn vrije tijd gaan gamen. En dan ga ik allerlei tempels doen om lichtbollen te fixen. Zodat ik meer hartjes, meer energie krijg. Die ga ik niet allemaal op YouTube zetten. Ik ga gewoon het volledige verhaal volgen hier op YouTube. Er komen genoeg video's, waarschijnlijk een stuk of 40, 50. Dus ja, zin in. Ik hoop dat jij er ook zin in hebt. Oké, kijken of we nu wel sterk genoeg zijn om deze deur open te duwen. Let's go, Linky. Hou vol, hou vol, hou vol. Ja, natuurlijk lukt het. Natuurlijk. Oké. Dat leek op een ontploffing. Maar het is geen ontploffing. Maar oh my gosh, wat is hier allemaal? Ja, Link, daar sta je dan met je magische hand. Hij is nu opeens blauw. Waarom is hij nu opeens blauw? Zijn hand is ook die kleur blauw. Zijn wij connected? Goed. Ik zie dat het je is gelukt om de deur te openen. Zoals verwacht ben je nog niet de oude. Door naar tempels te gaan en lichtbollen te verdienen, heb je de aantasting verlicht. Oeh, very nice. Oh, ga je al weg, Raudu? Oh, we finally met. Dus je keek er al heel lang naar uit om mij te ontmoeten, Raudu. Je bent precies zoals Zelda al zei. Oh, je kent Zelda. Jullie kennen elkaar. Oh my gosh, daar gaan we jongens. Ik heb alles gedaan wat ik kon voor haar. En nu is het aan jou. Oh ja, daar, hij verdwijnt. De spirit van Rauru. Bedankt voor je hulp, maat. Zonder jou had het niet gelukt. En nu staan we er soort van alleen voor. Alhoewel, zo voelt het tenminste. Kijk mij nou helemaal alleen in deze hele grote wereld. Nou ja, de zo nice, die zijn er ook nog natuurlijk. Oké, wat is dit? Wat is dit? Weer een vreemde lichtbol. Ik denk dat Link die heel graag wil aanraken. We gaan dit inderdaad onderzoeken. En daar staat hij hoor. Zijn hand begint weer te gloeien. Of tenminste, het is niet zijn hele hand. Het is een soort van het middelpunt van zijn hand. Waar al die krachten ingaan. Dus ik ben benieuwd wat dit nou weer is. Kijk, het begint helemaal te gloeien en te branden. En te stralen. We pakken het zwaard. Wat we hebben meegedaan. Oh, dat kapotte zwaard van het begin. Het kapotte Master Sword. Wordt die gemaakt nu? Nee, we gaan niet nu al het Master Sword krijgen. Dat geloof ik niet. Maar op een of andere manier, om een of andere reden, houdt Link het wel in dat licht. Krijgt hij dan weer een beetje van zijn kracht terug of zo? Dat zwaard is wel behoorlijk kapot, hè? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal? Het zou wel echt heel ziek zijn als het zwaard gemaakt wordt. Maar, huh? Huh? Daar is Zelda met het Master Sword en... Zelda neemt het in ontvangst. What? Wat gebeurt hier allemaal? Ga jij het zwaard maken, Zelda? Op een of andere manier zijn Link en Zelda nog steeds connected. We zijn niet bij elkaar, maar we zijn wel geconnect. En dat, daar... Ja, mijn Master Sword is wel weg nu. Oh! Oh nee! Oh nee! Oh! De Dragon Ball Z-draak! Ja, dit is wel vet gedaan hoor, hé. Heel cool. Heel vet. I love him. He's so cool.
Ja, en deze muziek ook. Ja, jongens, nu begint het pas echt. De wereld gaat nu pas voor ons open. Ik denk dat wij nu naar beneden gaan. Naar de echte wereld, waar het hele spel zich gaat afspelen. Oh, Zelda, zegt Link. Ja? You must find me. Zeker! Zeker, Zelda. Natuurlijk ga ik jou weer vinden. Naar Koninkrijk Hyrule is onze nieuwe missie. Go! Hoppakee! Lekker! En daar zijn we dan eindelijk gearriveerd. Oh, kijk daar in de verte, kasteel Hyrule. Gaat niet goed daar, jongens. Gaat helemaal niet goed. Oké, we zijn uit het water. En we zijn in Koninkrijk Hyrule. Ja, ja, ja. Laten we even dit moment pakken om ons heen te kijken. Daar de vulkaan die aan het uitbarsten is. Als je dan naar links gaat, het kasteel van Hyrule. Daar een of andere mysterieuze grote wolk. Als wij naar die kant kijken, wat zien we dan? Een kleine hideout van de Bokoblins daar tussendoor. Die schedel. Daarachter nog wat bergen. Allerlei torens. Ja, joh. Waar zullen we eens naartoe gaan? Ik heb in ieder geval een fonkelvruchtje. Daarmee kunnen we natuurlijk elektriciteit aan onze pijlen toevoegen. De bedoeling is dat we helemaal hier naartoe gaan. Hier is ook nog een nieuw vruchtje. Hyrule kruid. Een kruid vol levenskracht dat al eeuwenlang hetzelfde is gebleven. Als je ermee kookt, geneest het meer hartjes. Kijk. Kijk, daar staat een vijand. Eens even kijken wat die fonkelvrucht doet. Oké, ik voeg een fonkelvrucht toe. En ik schiet op je bak. Oké. Oh, dan zijn ze disoriented. Oh, dat is op zich ook wel lekker. Oké, eentje is al kapot. Hier, jongen. Oh, die was echt vet mis. Schiet eens op zijn hoofd. Waarom raak ik hem niet goed? Hoppakee, wegwezen jij. Sprintaanval! Ik had blijkbaar een perfecte ontwijkmove. Ik vind het vechten echt moeilijk altijd in deze games. Ik moet er altijd echt even een beetje inkomen in dat vechten. Oh, hier is weer zo'n konijntje. Die gaan we schieten. Ik vind dat heel zielig om deze te schieten. Oh, die geeft roepies. Oh, nice. Let's go. Pak die roepies. Hij gaat die grot in. Oh, dan is die ook alweer weg. Oké. Maar je hebt me wel naar deze grot gereid. Oh, wow. Wat is dat? Wat is dit? Gekke monster. Pak hem. Maak hem kapot. Hij is ook kapot. Wat was dit? Een horriblin. Gekke monsters. Hier liggen ook allemaal dingetjes. Jemig, man. Er zijn zoveel dingen hier in deze wereld te vinden, hè? Kijk, daar is ook weer zo'n beest. Gekke kikker. Sorry, meneertje. Sorry. Maar ik wil deze bubbelkristal hebben. Ik weet nog niet eens wat het allemaal doet, maar ik wil het gewoon hebben. Oké, maar we moeten dus daar naartoe. Maar ik ga niet vechten met die grote boze wolf daar. Het is geen wolf, maar... Ik ga niet vechten met dat grote boze wezen. Dat gaan we mooi niet doen. Die laten we even lekker lopen. Oh, we komen wel echt veel te dicht bij kasteel Hyrule, hoor. Daar moeten we echt nog niet zijn. Oké, we zijn er bijna. Gaan we de stad in? Oh, dat kan niet. Wat kan niet? Mon die zegt, Link, ben jij dat Link? Waar was je nou? Nadat jij en prinses Zelda op onderzoek uit waren gegaan, is het kasteel opeens opgestegen en iedereen was in paniek. Vooral Pura heeft nauwelijks geslapen om te achterhalen waar jullie waren. Pura is waarschijnlijk in dat gebouw met die telescoop. Ga haar gauw vertellen dat je in orde bent. Oh, dus dit was mijn dorp. Dit was waar wij leefden. Nou ja, Zelda waarschijnlijk niet, want dat was de prinses die zal wel daar in dat kasteel leven. Maar dit is mijn thuisbasis, joh. Ah, dit is wel een mooi dorpje, hoor, hé. Gezellig. Dit dorpje was er nog niet in Breath of the Wild. Dit hebben ze daarna opgebouwd. Met mooie planken eromheen, zodat niemand hier binnen kan komen. Jullie weten dat dit hout is en dat je dit heel makkelijk in de brand zet, hè, jongens. Als er bokoblins met vuurpijlen komen, dan hebben we een probleem. Hallo, dit is Joshua. We hebben blond haar, we hebben blauwe ogen. Pura! De zwaardvechter, hij is terug. Ja, Pura, ik ben er weer. Oh, wow, dit is niet Pura. Dit is niet... Oh, dit is wel Pura. Waar ben je geweest? Linky. Linky? Noem je mij nou Linky? Link praat nog steeds niet terug, hè. Die zegt helemaal niks. Dat ziet er interessant uit, zegt Pura. Ja, daar hou jij wel van, hè, al die gekke techniek. Niet te snel. Ja, wat is er precies gebeurd? Nou, heel erg veel, Pura. Dit is de leider van het uitkijkkampie. Oh ja, hier is even de samenvatting van wat er tot nu toe is gebeurd. Ja, we vonden een mummy. Ja, en dat is meneer Ganondorf. Ja, die kwam inderdaad tot leven. Dat klopt. En ja, dat ging niet helemaal goed met Zelda, inderdaad. Kijk, ze verdween inderdaad met die gouden gloed. Dat gebeurde vast op het moment dat het kasteel opsteeg en de ruïnes vielen. Heel Hyrule in paniek. Ja. Ja.
Dat klopt, ik werd wakker met een hele nieuwe arm. We kregen de Pura Tablet. Ja, van een Zonai. Dat is dat vreemde wezen. Nou ja, het arm van Rauru kregen wij aan. Goeie samenvatting dit, Pura. Je hebt goed opgelet. Ja. En dat is wat er tot nu toe in 4 of 5 afleveringen is gebeurd. En nu zijn we hier. Pura is wel aardig gegroeid, moet ik zeggen, sinds Breath of the Wild. Toen was ze nog vet klein. Dus je bent van daarboven naar beneden gedonderd. Ja, dat klopt. Rauru, ik ken die naam alleen als de naam van de... Oeh, de eerste koning van Hyrule. Begrijp er nog steeds niet veel van, zegt Pura. Maar hoe dan ook, die mummy die je diep onder de grond hebt gezien... heeft vast iets te maken met de ontwrichting. 100%. En de staat van het kasteel en die ruïnes die uit de lucht zijn gevallen. Daar zou hij ook wat mee te maken kunnen hebben. Sowieso. Het is allemaal de schuld van Ganondorf. De prinses vroeg je om haar te zoeken. En als dat waar is, dan leeft de prinses nog. Misschien heeft ze al die tijd onder kasteel Hyrule vastgezeten en roept ze daarom om hulp. Link, het spijt me dat ik je dit moet vragen terwijl je nog net terug bent. Maar zou je je bij het team kunnen voegen dat naar jullie twee op zoek is onder het zwevende kasteel Hyrule? De leider van de expeditie heet Hoss. Werk met hem samen om de prinses zo snel mogelijk te vinden. Ik weet dat de mummy die je deze ellende heeft verzorgd nog steeds in de buurt kan zijn. Maar dit is niet het moment om je door angst te laten overweldigen. Tijd is van essentieel belang en ik reken op je, Link. Oké, Pura, de leider van het uitkijkkampie. We hebben deze missie voltooid naar Koninkrijk Hyrule. En nu moeten we verschijnselen bij het kasteel. Yo, dat klinkt echt Harry Potter-achtig. Oh my gosh, gaan wij dit echt doen? Gaan wij gewoon nu al richting kasteel Hyrule om daar Zelda te zoeken met het onderzoeksteam? Kijk dan, dit ziet er toch helemaal niet fantastisch uit. Oké, is goed. Gaan we doen in de volgende video. Dus blijf erbij. Abonneer. Druk op het belletje. En op die like-knop. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Bedankt voor het kijken. Mazzel.